Sarah. En ik ben Julia. En dit is ons huis. Kom binnen. Nou, dit is de voorkamer. Maar de meeste van de tijd zitten we eigenlijk beneden in de kelder. Nou, hier kijken we elke avond om 8:30 eigenlijk tv. Nou, soms kijken we wel een film als die op televisie is. Of dan huren we een film of kijken we gewoon eentje die daar staat. Daar staan zeg maar al onze dvd's. En we laten jullie wel onze lievelings-dvd's zien. Nou, mijn lievelingsfilm is Forrest Gump. En ik vind het een hele grappige film, maar ook zielig. Mijn lievelingsfilm is denk ik What to Expect Where You're Not Expecting. Hier computeren we vaak. En dan hebben we ook allemaal foto's hangen. Dit ben ik in Shrek the Musical. Toen speelde ik de kleine Fiona. En ja, dat vond ik echt heel erg leuk om te doen. Dit is een foto van mij met Maya Warren. Wij zitten in One Direction. Ik ben best wel heel erg fan van die band. Deze foto is gemaakt na het concert in Nederland. Voor zijn hotel waar hij sliep. En ja, toen kwam hij uit de tourbus en we hadden een foto gemaakt. Dit was het restaurant van vroeger, Sanji. En dat is 5 sterren. Maar we spelen er nu al lang niet meer in, hoor. Nee, want we hebben het alleen bewaard voor ons nichtje. Ja, want zij vindt het heel erg leuk om hier te spelen. Jullie hebben alles hier nu gezien, dus laten we nu naar de keuken gaan. Nou, dit is onze keuken. Hier ontbijt ik altijd. Dit is de ijskast. En voor de rest vind ik altijd wel heel erg lekker om pasta te eten. En ik hou heel erg van frisdrank. En ijs. Dit was de ijskast. We gaan nu naar boven. Dan laat ik jullie onze slaapkamer zien. Nou, dan gaan we eerst naar mijn kamer. Nou, dit is mijn bureau en hier studeer ik dan. En hier heb ik het jasje hangen wat ik aan had bij de Europese finale met Femke toen. Dit is mijn bed. En ja, ik hou heel erg veel van slapen. Dus ja, ik ben wel heel erg blij met mijn bed. Nou, wat ook echt heel erg veel voor me betekent is de handtekening van Beyoncé. Daar ben ik echt heel erg blij mee, want ik ben echt super fan van Beyoncé. Ik ben ook naar ons concert geweest en zo. Ja, dus daar ben ik heel erg blij mee. Nou, Sarah heeft wel genoeg verteld. Komen jullie mee naar mijn kamer? Nou, dit is mijn kast met allemaal spulletjes. Zoals hier van Mary Poppins en van The Sound of Music, want daar heb ik ook ingespeeld. Dit zijn Disney poppetjes van mijn verzameling. En ja, ik vind het heel erg leuk om Disney poppetjes te verzamelen. Nou, dit is mijn bureau en daar maak ik altijd huiswerk. Nou, deze foto is met Saar. En ja, deze foto vind ik gewoon heel erg schattig. En deze foto is van Koetje. Dat was mijn vorige kat. Maar hij is aangereden. Dus, ja. Maar hij was echt super lief en zo. Maar nu het belangrijkste, mijn bed. Ik hou ook heel erg van uitslapen. En ik vind het ook heel erg fijn dat mijn bed zo groot is. We willen jullie onze kledingkast laten zien, maar die staat beneden. Dit is dus mijn kleding. En ik denk mijn lievelingskledingstuk is denk ik dit. Het is zeg maar een soort huispak. En dat hadden we ook aan op JSF Academy. En het zit ook heel erg lekker. Mijn favoriete kleding is denk ik wel truien. Want die vind ik ja, echt lekker warm en zo. Dit is mijn lievelingstrui. Dit was onze kledingkast. Dan gaan we nu weer naar beneden. Nou, dit was ons huis. We hopen dat jullie het leuk vonden. Doei! Dag! Ben je benieuwd waar de andere finalisten wonen? Klik dan op een van hun foto's.